Oké, wauw, dit is zo raar. Goedemorgen. Het is half 5, dus ik ben weer aan het opschieten voor werk. En ik merkte dat ik al mijn kleding nog niet gewassen had. Zo is niet zo handig. Dus ineens komt mijn zwarte pantalon van vroeger van pas. En ik heb maar een wit shirt aangedaan, want die hebben ze wel eens als host. Ik hoop dat ze hiermee akkoord gaan en niet gaan bitchen op mij. Ik ben heel benieuwd. Dus ik ga even ontbijten, make-up en zo. En dan naar werk. En ik vind het toch wel weer vroeg. Dus ja, tot zo. Hoi, daar ben ik weer. Nou, vandaag was echt best wel een chille werkdag. Ik heb voor het eerst kassa gedraaid. En ik vond het eigenlijk best wel leuk. Of nou ja, leuk, zeg maar. Ja, als je voor het eerst ergens kassen draait, dan moet je heel erg wennen aan die kassen. En ik heb wel vroeger bij Albert Heijn kassen gedraaid. Maar dat is toch wel heel anders dan bij Schiphol. En ja, het ging eigenlijk heel erg goed. En de tijd ging voor mijn gevoel heel snel. En dit is de eerste werkdag, volgens mij, dat ik ochtenddienst heb. En dat ik geen hoofdpijn heb als ik thuis kom. Dus ik ben echt super blij dat ik überhaupt geen hoofdpijn heb. Want ik zat al een beetje tegenop te kijken. Sorry hoor, ik denk even dat er iets in de agavesiroop zit. Maar misschien verbeeld ik me. Oké, sorry voor deze hak op de tak conversatie. Maar in ieder geval, dat heb ik dus gedaan. En ik vond kassa heel leuk en goed gaan. En wat wil ik er verder ook weer over zeggen? Niet zoveel eigenlijk. Ik ga straks even awkward kijken, want dat heb ik wel verdiend na zo'n werkdag. En daarna ga ik leren en nog eens leren. En ik ga denk ik die lampen even opruimen. Want ik ben nog steeds bezig met het proces om het hier schoner te krijgen. Ik heb voor het eerst al meteen mijn bakje na het ontbijt opgeruimd. Dus dat is heel goed voor mijn doen. En de afwas wordt al steeds minder en minder. We hebben nu zeg maar afgesproken. We hebben al heel veel gedaan. Maar we willen het wel samen doen. En niemand heeft zin om in zijn eentje te doen. Dus we doen nu steeds als we iets afwassen. Of dat nou middageten of avondeten is of wat dan ook. Wassen we iets extra's af. Dus dan bijvoorbeeld zo'n bakje of zo. Of zo'n bakje. En langzaamaan gaat dit al wel leeg. En ja, je kan denken natuurlijk van, waarom doe je het niet gewoon nu? Maar daar heb ik echt geen zin in na 8 uur werken. Sorry. Dus ik hoef me wat dat betreft ook niet te verantwoorden aan jullie gelukkig. Want ik heb er gewoon geen zin in. Als ik er geen zin in heb, dan kunnen 11.000 abonnees tegen mij zeggen van dat ik het wel moet doen. Maar dan doe ik het alsnog niet. Dus. En ja, wat kan ik er eigenlijk nog meer over zeggen? Dat was het eigenlijk. En ik ben heel blij dat het weer wat netter hier is in huis. Waarschijnlijk vinden jullie het nog steeds een mega zooi. En dat is het eigenlijk ook. Maar voor mijn gevoel is het al steeds netter. En ik ga bijvoorbeeld die lampen straks weghalen. Dus dat scheelt ook. En die doos, daar gaat mijn blender in. Want die wordt toch weer teruggestuurd. Dus dan gaat die doos ook weg. En ik vind het al heel erg fijn dat het hier gewoon netjes is. En de slaapkamer is heel netjes. Ik heb net weer even het bed opgemaakt. En mijn bureau opgeruimd. Wow, boer. Mijn bureau opgeruimd zodat ik daar straks op kan leren. En nog een boer. Nu ga ik even bedenken wat ik voor avondeten of voor middageten ga eten. Even kijken, deze had ik voor een receptvideo bewaard. Die komt ook binnenkort waarschijnlijk online. Ook al is deze wel eetrijp. Huh. Wat zal ik eens eten? Volgens mij is deze zoete aardappel. Ik weet niet of het goed is. Wat zal ik eens maken? Ik heb nog wraps. Even kijken wat ik hier nog heb. Ik doe meteen even een koelkast tour. Ja, of ik maak gewoon een salade of zo. Dat kan ook. Ik heb eigenlijk niet zo zin in. Gewoon een salade. Zwaar leven. Misschien ga ik gewoon pasta pesto maken. Ik heb echt wel zin in pasta pesto, denk ik. Ik kom er zo op terug. Ik ga dit keer in ieder geval geen chips als lunch nemen. Want dat is niet zo netjes. Niet zo gezond. Ja, ik ga er nog even over nadenken. Nou, na lang beraad ben ik eruit. Het wordt namelijk pam 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 rijst. Of tenminste, rijst heb ik al in de rijstkoker gedaan. Het worden rijstvellen. Dus ik ga rijstpapier in warm water doen. En daarin rijst. En komkommer en tomaat. En dan ga ik dat in de sojasaus dopen. Dat is zo lekker. Dat is echt hemels.
En we hebben nog sojasaus. Dus ik ben heel erg blij. Ik zal je straks het eindresultaat laten zien, of course. Pringle! No, no, no. En ik heb hem met tomaat en komkommer gevuld. En ik heb er zin in. Hola, ik heb net proberen te leren, maar het lukt me gewoon even niet. Ik val steeds bijna in slaap, dus ik ga toch maar... Ik heb mijn make-up eraf gehaald en ik ga even een powernap doen. En dan ga ik daarna weer verder leren. En ik heb weer mijn noodle dingetjes, of noodles, rijstvellen dingen allemaal afgewassen. Ik word er steeds beter in om dingen af te wassen. Dit is mijn glas water, dus die gebruik ik de hele dag door. En dit is nog over van de afwas. Dus op zich, het gaat steeds beter. En ik heb zelfs meer dan één ding per keer afgewassen. Ik ben vet trots op mezelf. En ik heb de tafel weer afgenomen en ik heb de was opgevouwen. Of opgehangen. Ik vind het wel altijd rommelig weer staan, dat droogrek. Maar ja, dat betekent wel dat we weer meer schone was hebben. Dat is natuurlijk fijn. Dus als het op morgen droog is, dan kan ik het gewoon weer afhalen. En ja, dan ga ik nu even een dutje doen. En dan straks weer of meteen aan het eten of weer leren. Dus dag. Oké, wauw, dit is zo raar. Ik heb voor het laatst gevlogd om 5:30 of zo. Toen vertelde ik jullie dat ik ging slapen, even voor een uurtje. En ik weet eigenlijk niet eens of ik mijn wekker heb gehoord. Maar het is nu 11:50. En ik heb geen avond gegeten. Maar ik heb wel een vol gevoel, volgens mij. Omdat ik gewoon best wel laat rijstvellen heb gegeten. En ik zit gewoon nog steeds vol. Oké, dus ik ben echt verbaasd. Want meestal, ik skip nooit avondeten. En ik baal er ergens ook wel een beetje van. Want ik zou nog een heel hoofdstuk leren. Maar ik ben al best wel moe. En Jeffrey is zelfs al thuis van zijn werk. Terwijl ik echt dacht van ja, ik ben sowieso al aan het slapen als Jeffrey thuis komt. En ik was ook aan het slapen, maar ik was nog steeds aan het slapen. Dus dat had ik niet verwacht. Nu nog even een vlog editen. Maar ik baal er wel van, want nu loop ik wel met mijn studie achter met leren. Want ik zou per dag 1 hoofdstuk doen en dat is al veel. En nu moet ik dus per dag 2 hoofdstukken doen. Dus ik weet niet hoe ik dat ga doen. Maar ik moet wel. Ja, of ik ga straks nog heel even lezen. Maar echt raar. Ik denk dat ik gewoon echt super moe was of zo. Ja, ik weet dat ik ochtenddienst altijd heel slopend vind. Maar ik dacht dat het vandaag wel meeviel. Maar blijkbaar dus niet. Want ik was dus blijkbaar heel moe of zo. Dus sorry dat jullie vanavond geen avondeten hebben kunnen zien. Maar ik ga ook niet meer avondeten om 11:50. En ik zit zelfs nog super vol. Dus ja, ik weet niet. Dus in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik ga nu mijn vlogje editen. Maar ja, ik voel me echt heel raar. Ik heb echt zoiets van, wow, heb ik zo lang geslapen. Ik heb gewoon echt iets van 6 uur geslapen of zo. Dus ik hoop dat ik nog een beetje goede nachtrust heb vanavond. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje en hopelijk zie ik je tot morgen. Doei!